Hallo en jullie kijken en luisteren naar een aardrijkskunde podcast. Dit keer voor het VWO, leefomgeving. Dit is hoofdstuk 12 voor leefbaarheid, stedelijke problemen. En het is examenstof, dus als je een andere methode gebruikt, kun je dit gerust bekijken. Uiteindelijk wordt alles behandeld. Paragraaf 2. En paragraaf 2 gaat in op de soorten steden in Nederland, waarbij de leervragen zijn: hoe is de Nederlandse stad opgebouwd? Dus welke soorten er zijn? Hoe zijn deze ontstaan? En hoe ziet van compacte stad naar stedelijk netwerk eruit? Te beginnen met: hoe ziet de Nederlandse stad eruit? De meeste van jullie wonen in een stad. Maar mocht je niet in een stad wonen, probeer een stad te visualiseren of pak zometeen even Google Maps erbij en ga kijken naar de verschillende wijken in een stad. Waarbij bijna elke stad, in ieder geval een historische stad, vanaf een historisch stadcentrum, dus in het midden, vaak met een gracht eromheen, langzaam is uitgebreid. En het begint dus vaak voor 1870 met binnen de stad, vaak ook nog binnen de stadsmuren. Uiteindelijk worden die muren geslecht en gaat men buiten de stad wonen. Dan ontstaan er 19e-eeuwse woonwijken. Dat zijn woonwijken voor zowel de armen als de hele rijken. En vaak ook in die periode wordt er een spoorlijn aangelegd. En dat is dan de buitenkant van de stad. Er ontstaat industrie, allemaal na 1870. En dan is de eerste stad met uitbreiding is een feit. Nou, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog was er wel hier en daar uitbreiding. De jaren 30 woningen, vaak aan de rand van de toenmalige stad. Maar de echte groei ontstond na de Tweede Wereldoorlog, waarbij er een babyboom was, Nederland was opgebouwd, men trok naar de stad omdat er een dienstenmaatschappij ontstond, minder mensen in de landbouw. Dus er waren heel veel mensen die in de stad wilden wonen en dus groeiden de verschillende wijken met de verschillende woningen. Na 1970 veranderde er wat, want de steden waren wel vol, maar er werd toen echt beleid opgezet van hoe gaan we nu zorgen dat die stad wel sterk blijft, dat die blijft groeien, of die stad mag niet meer groeien, enzovoorts. Dus dan kreeg je meer de woongebieden, de nieuwbouwwijken, die meer door de overheid gestuurd werden. En dan zag je ook dat bepaalde industriegebieden of spoorlijnen, dat het niet meer aan de rand van de stad lag, maar in het midden. Kijk nog even naar een stad die je goed kent en of dat klopt. Kun je de wijken herkennen? Nou goed, hier zie je de drie steden staan, de drie soorten. Historische, industrie en beleidssteden. Waarbij de historische stad eigenlijk alles heeft doorlopen. En dan moet je denken aan Amsterdam, Den Haag, Delft, Zwolle, Groningen. En industriesteden die zijn ontstaan na 1870, waarbij de industrie naar Nederland kwam. En dan hebben we het vaak over Brabant, Limburg en over Twente, waar die steden zich bevonden. En dan tot slot, de echte beleidssteden zijn verspreid over heel Nederland, alleen vooral rondom de Randstad had je er een aantal die daar bekend om zijn geworden. Historische steden. Achtergrond Amsterdam. Amsterdam is een oude stad. En had al voor 1870 de stedelijke allure. Dat is kenmerkend voor een historische stad. Die bestond al, maar was ook al belangrijk in de regio. Met handel, bestuur. Dat vaak waren het of Hanzesteden, of het was een hoofdstad van een provincie. Of een belangrijke vaarroute enzovoort. Maar er was al iets wat ze een stad maakte. Toen kwam de industriële revolutie, migratie kwam, steeds minder mensen in de landbouw, meer mensen in de industrie, dat trok naar de stad en toen werd de stad planmatig uitgebreid met de wat rechtere wegen en hier en daar wat groenvoorzieningen, maar vooral gericht op de nieuwkomers in de industrie. Na de Tweede Wereldoorlog was het echt een dienstenmaatschappij, dus nog minder mensen in de landbouw. De industrie begon af te nemen en de wijken werden uitgebreid. En je had verschillende soorten wijken. Dit is een rond de jaren 70 wijk waarbij toch hoogbouw plaatsvond voor alle mensen op te vangen die erbij kwamen. En
Nog iets later had je meer de wat Phoenix-achtige wijken, waarbij nieuwbouw, waarbij appartementjes vaak voor wat ouderen en alleenstaande huis of twee onder één kap, met vaak mooie architectuur, althans nieuwe architectuur, laten we objectief blijven. En waar vaak veel jonge gezinnen nu naartoe trekken, dus de echte Phoenix-wijken. Dus industriesteden waar we nu naartoe gaan, die hebben dat eerste deel niet meegemaakt. Dat waren vaak kleine dorpjes, maar door de komst dus van industrie gingen die groeien. En je had twee soorten. Je had industrie op basis van aanwezige grondstoffen en industrie op basis van aanwezige goedkope arbeiders. Bij dat laatste moet je denken aan steeds minder mensen in de landbouw en heel veel mensen die dus eigenlijk werkloos begonnen te raken. En dan gaan ze in de industrie om toch aan geld te komen. Hè. Dus een begin van een verschuiving van de arbeidsverdeling. Aan de andere kant had je dus ook mensen die konden daar gaan werken in Limburg bijvoorbeeld, omdat daar grondstoffen waren. Kerkrade is daar een voorbeeld van. Een klein dorpje wat uitgegroeid is tot een redelijke stad. Puur en alleen door de steenkool. Steenkool was daar op een diepte waarbij het rendabel was om te bouwen, om eruit te halen. En daardoor ontstond dus Kerkrade. Die steden hebben nu allemaal een nieuw doel nodig, omdat de steenkoolproductie gestopt is. Maar je hebt ook Brabant en Twente. Daar waren dus niet de grondstoffen, maar wel de werknemers. En textiel, schoenen, leer en waren aanwezig, dus goedkope arbeid. En je ziet al de spreiding, vooral Brabant en Twente waren er veel. Textiel, dus veel kleding werd gemaakt in Twente op dat moment. En maar schoenen en leer in Brabant. En de Van Bommel is daar nog van overgebleven. En de textiel, bijvoorbeeld de Katen, alleen die doet heel weinig meer in de textiel, maar die zit bijvoorbeeld in kunstgras. En die hebben zich allemaal geëvalueerd. Maar die waren er vroeger heel veel en die zijn nu allemaal weggetrokken richting de lage lonenlanden. En Philips had ik nog niet genoemd, maar dat is toch wel een van de belangrijke bedrijven in Nederland die ervoor gezorgd heeft. Bijvoorbeeld Eindhoven is gaan groeien, want als die gloeilampenfabriek daar niet was geweest, dan had Eindhoven er heel anders uitgezien. Tot slot, de beleidssteden, ook wel nieuwe steden genoemd, volledig door de overheid gestuurde steden. En je had de Randstad die vol raakte, en men ging suburbaniseren, dus weer terug naar het platteland. En om dat een beetje in goede banen te leiden, hebben ze groeikernen en groeisteden aangewezen. En die mochten groeien en andere steden niet. Ook om het goede hart te houden en ook om bijvoorbeeld het verkeer te regelen. Was de bedoeling althans. Nou, de Randstad in de jaren 70 vol, ging men suburbaniseren. En die groeikernen die mochten groeien, dat waren deze. Rondom de Randstad hadden ze vaak groeikernen. Dat waren redelijke steden, soms wat kleinere steden, die mochten groeien binnen de Randstad. Dus vaak mensen uit Amsterdam die Haarlemmermeer gingen, of naar Almere of naar Huizen. En je had ook groeisteden. Er waren steden die vaak los zaten van de Randstad of de uitlopers en die mochten ook gaan uitbreiden. En vooral in de Randstad probeerde men dat zo te structureren dat stad en groenvoorziening en bereikbaarheid dat intact bleef. Uiteindelijk is daar de vierde nota ruimtelijke ordening uitgekomen in de jaren 90, waarbij de bekende Phoenix-wijken zijn ontstaan. En de Phoenix-wijken zitten vaak aan de rand van de stad of aan een dorpje vlakbij, bij een grote stad, die door te groeien aan de stad vastkomt. En de reden was voor een Phoenix-wijk, de belangrijkste reden is om te zorgen dat de stad wel sterk blijft. Want men trok eigenlijk naar de omliggende gemeentes
en verloor ook de band met het stadscentrum. En die Phoenixwijken zijn er gebouwd omdat de mensen dan in de Phoenixwijken gingen werken of wonen, maar wel gingen werken in de stad. Dus dat de band met de stad wel bleef bestaan en dat je een sterke stad kreeg. Hier zie je een aantal voorbeelden van de verschillende Phoenixwijken. Ze lijken ook op elkaar, maar ga eens even terugkijken vanaf 1950. Alle verschillende wijken die op dat moment gebouwd werden in verschillende steden, die lijken op elkaar. Dit waren de steden. Als we dan gaan kijken naar hoe die steden in elkaar zitten en de belangrijkste transportroutes in Nederland, dan ligt dat ook op de route daar waar die verschillende groeisteden en groeikernen liggen. Vanuit de Randstad richting Zwolle, Groningen. Van Utrecht naar het gebied wat vroeger industrie was in Twente. Naar de uitlopers naar Breda, Eindhoven en Maastricht. Dus dat je ziet dat duidelijk de Randstad het belangrijkste is. En vanuit die Randstad een soort van spinnenweb dat zich verspreidt naar de rest van Nederland. En naar het buitenland. Dus het netwerk in steden is wel belangrijk in Nederland. Want Nederland zelf is niet, heeft geen grote stad. Maar al die steden samen kunnen wel voor een soort van metropool zorgen. Komen in een later hoofdstuk komen we daarin terug. Nou, een compacte stad naar stedelijk netwerk. Dat was eigenlijk wat ook een van de leervragen was. En hier staat het in bron 16 heel goed weergegeven. Je hebt eerst een stad dat groeit. Vaak de muren moeten geslecht worden, het moet uitbreiding en dan gaat het groeien. En eigenlijk groeit het dan vast aan de omliggende dorpjes. Dan krijg je een agglomeratie. Dus dat is eigenlijk verschillende dorpjes in de stad groeien samen tot één. Zo'n agglomeratie wordt zo groot dat aan de omliggende randgemeentes ook, en als daar ook dus stedelijke netwerken ontstaan, dan krijg je verschillende steden vlak bij elkaar en dan krijg je dus een stadsgewest. Dus kleine dorpjes en steden die dicht bij elkaar zitten, met elkaar in verbinding zijn, krijg je een stadsgewest. En heb je meerdere stadsgewesten, dan krijg je een stedelijke zone. Waarbij vaak een tussenliggend dorpje voor de voorziening de ene keer naar de ene gaat en de andere keer naar de andere. En veel interactie tussen de dorpjes, maar ook tussen de steden. Tussen het stadsgewest. En nog een stap verder, en dan hebben we het over de Randstad, dan hebben we het echt over een stedelijk netwerk. Waarbij dus zowel regionaal, nationaal als internationaal een netwerk wordt aangelegd. En je het eigenlijk als één grote stad kunt zien. Compacte stad, daar hoort bij wonen en werken in dezelfde stad. Een agglomeratie betekent wonen en werk in aanliggende gemeentes. Een stadsgewest betekent suburbanisatie. Dus ze werken niet altijd in dezelfde gemeente, maar hebben wel aantrekking tot op de stad. En een stedelijke zone is het aan elkaar groeien van stadsgewesten. Als het goed is, zijn alle vragen nu beantwoord. Hoe is een Nederlandse stad opgebouwd? Welke soorten steden zijn er? Hoe ziet van compacte stad naar stedelijk netwerk eruit? En je weet ook hoe de verschillende steden zijn ontstaan. Mocht je er wat aan gehad hebben, meld je dan aan op mijn YouTube-kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere video's. Daar kun je ook alles vinden over je examen. Dus alle domeinen zijn gevuld en dan wens ik je tot slot succes met het leren.